bijgekomen. En toch eens vragen, ja, hoe zit dat nu met de N-VA, met dat hoofdstedelijk gewest? Gaan jullie dat nu mee uitvoeren of oppositie er tegen blijven voeren? Kijk, laat me eerst en vooral duidelijk zeggen, we zijn absoluut voor samenwerking met de andere gewesten. Hè. Dat is nodig. Verschillende zaken, als je grenzen hebt, dan moet je rond de tafel gaan zitten om bepaalde zaken te gaan uitpraten. Dus Geert Bourgeois gaat de wet uitvoeren? We zijn zeker te vinden voor samenwerking. Maar de vraag is of je daar een afzonderlijk platform voor nodig hebt. En wij zeggen overduidelijk nee. Op dit moment is het overduidelijk dat al die samenwerkingsakkoorden, al die vormen van samenwerking kunnen nu perfect tot stand komen met de instrumenten die men heeft. Maar wat is er gebeurd in het Vlinderakkoord? Waarom heeft men dit dan opgericht? In het Vlinderakkoord heeft men bepaalde toegevingen moeten doen aan de Franstaligen. Dat begrijp ik ook. Men heeft een compromis moeten gaan sluiten. En daarvoor is men vrij diep gegaan. En de Franstaligen interpreteren nu die toegeving, dat Brussel zo stedelijk gewest, op een heel andere wijze dan dat de Vlamingen het bedoeld hebben. Zij zien het als een aanspraak op Vlaams-Brabant. Volgens Erik van Rompuy, Irina de Knop, die zeggen dat u een verkeerde voorstelling van zaken geeft, dat dit geen verdere verfransing van de rand, dat het geen instrument is om de rand verder te verfransen. Het is zeer lief dat zij dat beweren, maar als we luisteren naar hun Franstalige tegenhangers, waarmee zij dat akkoord gesloten hebben, dan komen we tot een heel andere discussie. Hè. Mevrouw Milquet zegt dat dit het désenclavement van Brussel is. Op de MR, op de website van de MR staat Brussel est élargi op basis van heel Vlaams-Brabant. Dus het zijn de Franstalige politici in de eerste plaats die hier een heel andere zaak van maken dan dat men wil dat de Vlamingen of de Vlaamse partijen die hier aan meegewerkt hebben ons wil doen geloven. Goed, maar jullie zitten met drie in die Vlaamse regering. CD&V en SPA vinden wel dat dit moet worden uitgevoerd. Wat gaan jullie dan doen? Hoe hard gaan jullie dat spelen? Ik denk dat we... De minister-president heeft hier op 30 januari een antwoord gegeven. Ja, maar ik vraag wat jullie gaan doen. Ja, wel, uw ministers, uw partij. Wij maken onderdeel uit van die Vlaamse regering. En dat zal daar besproken worden. En dus jullie gaan niet zomaar zeggen, doe het maar. Jullie gaan oppositie voeren. De minister-president heeft hier zelf gezegd van we gaan dat bekijken in de regering. Op dit moment is daar nog niet over gesproken. Wat ik wel even wil zeggen, we hebben een actie opgezet in de verschillende gemeenten in Vlaams-Brabant. Ja, maar dat weet ik. Dat hebben de twee anderen hier... Netjes verteld. Ja, inderdaad. Maar daar doen wij alleen maar beroep op de autonomie van de gemeenten. Dat is niet meer dan dat. En ze erkennen ook dat dat perfect mogelijk is. Want vergis u niet, en dat is een beetje wat ik wel... Ja, dat vind ik hypocriet van VLD en CD&V. Hun lokale afdelingen, als zij mee in de coalitie zitten, zijn er verschillende overijzen, Steenokkerzeel, die stappen naar het grondwettelijk hof. En dat is toch nog een heel stap verder dan wij gaan. Dus hun eigen mensen... ter plaatse, lokaal, in de verschillende gemeentebesturen, stappen naar het grondwettelijk hof om die Brusselse hoofdstedelijke gemeenschap aan te vechten. En daar zit toch wel een zeer dubbele boodschap in die men hier geeft van VLD en CD&V. Ja, maar jullie geven blijkbaar ook een heel dubbele boodschap. Dus daar in de rand voeren jullie oppositie. Naast aan de minister, uw minister Bourgeois, die de bevoegde minister is, gevraagd wordt, wat gaat u doen? Dan wil hij daar niet op antwoorden. Dan vlucht hij weg, hebben die twee hier verteld. Nee, maar dat is een zaak die... Dat is vanmorgen in de commissie ook gebeurd. Ja, maar dat is wat de minister-president op 30 januari al... Dus een paar weken ja, maar ik vraag het naar uw minister, niet naar de minister-president. Dat is van een andere partij. Inderdaad, uw partij, uw minister. Wij zitten natuurlijk samen in een regering, dan gaan we daar eerst over praten. En de minister-president heeft gezegd, het is nog niet aan bod gekomen. Komt dat nog, dan zullen we wel zien. Het zal er komen. Hè. Wat gaat u doen als dat hoofdstedelijk gewest, als dat besproken wordt? Want het staat in de wet ingeschreven. Wat gaat u doen? Kijk, wij willen eerst keer zien wat is de meerwaarde. Hè? Maar u wist dat al, heeft u mij daarnet gezegd, wat de meerwaarde was. Het heeft geen meerwaarde, heeft u daarnet gezegd. U heeft gezegd dat het niet nodig was. Ja, inderdaad, ik stel de meerwaarde in vraag. En dan moeten ze mij maar een keer aanduiden op welke manier, welk voorbeeld er is dat er nu bepaalde samenwerking niet mogelijk is en die dankzij die Brusselse stedelijke gemeenschap wel mogelijk zou zijn. Zo'n voorbeeld is er niet. Dus, Maar ze kunnen u misschien dan nog wel overtuigen van de meerwaarde, hoor ik. U laat een opening. Wij staan altijd open voor elke discussie, elk gesprek, zeker binnen de regering, waar wij absoluut deel willen van uitmaken en samen willen zoeken naar oplossingen. Dus dat gesprek willen we zeker aangaan. Dus u kan nog overtuigd worden? U kan er nog mee akkoord gaan? We hebben een open geest, maar het is nu al, hoe lang is het gesloten? 1,5 jaar, denk ik, dat het Vlinderakkoord gesloten is. En sindsdien is er mij nog geen enkel voorbeeld gegeven waar geen samenwerking mogelijk is, omdat daar geen Brusselse stedelijke gemeenschap is. En zolang men ons dat voorbeeld niet kan geven, ja, dan is er geen meerwaarde. Maar als de Vlaamse regering dat moet uitvoeren en moet implementeren, ja, dan staat u daar wel alleen. Hè? Wat gaat u dan doen als ze zeggen van ja, we moeten dat wel doen? Ja. Het komt ervan. Wat dan? Want ze hebben toch geen andere uitweg? Nee, ja, maar daar hang ik net zoals u af van wat de minister-president hier op 30 januari gezegd heeft. Hè? En dat is dat het nog niet aan bod gekomen is in de Vlaamse regering.
Dus u gaat die resolutie dan niet ondertekenen, veronderstel ik, van mevrouw van Erik van Rompuy of die van mevrouw De Knop? Ik moet die van Erik, die heb ik nog maar gekeken en ik heb ze nog niet kunnen lezen. Dus dat moet ik nog bekijken. Maar die van mevrouw De Knop niet. Trouwens, die resolutie zelf is ook niet helemaal goed opgesteld, als u het mij vraagt. Maar dit geheel terzijde, maar die van Erik van Rompuy ook niet? Ik moet ze nog bekijken. Ik moet ze nog lezen. Dus ik weet niet juist wat dat daarin staat. Eerlijk waar. Dat is een heel ander antwoord, zal ik dan maar denken. Nee, ik heb het echt waar nog niet gelezen. We hebben hier juist debat gehad. Er liggen nog veel zaken op de plank bij de Vlaamse regering. En ik ga het direct bekijken. Oké, wordt ongetwijfeld vervolgd. Bedankt, Matthias Diependalen. Ja, en ik...